Afgelopen zomer. Het Westerpark in Amsterdam. Dat grote grasveld waar mensen spelletjes speelden, aan het picknicken waren en genoten van de zon. Maar dat grote grasveld, dat was geel, droog, dor. En niet alleen dat grasveld, maar overal waar ik fietste was het droog. De blaadjes vielen al van de bomen, hartje zomer. We kampten in Nederland met droogte, extreme droogte. We hadden een watertekort. We mochten de tuinen niet meer sproeien. Het is een effect van klimaatverandering. Klimaatverandering waar ik me zorgen over maak. Ik ben Marije Dijksma en ik werk in public affairs voor de staalindustrie in Nederland. En ja, nu hoor ik u denken. Als jij je zo druk maakt om het klimaat en om klimaatverandering, waarom werk je dan bij die industrie? Nou, ik werk voor een bedrijf wat naast allerlei andere stoffen de meeste CO2 uitstoot in Nederland. Een bedrijf wat onder vuur ligt in de regio. Een bedrijf wat afgelopen jaren steeds meer landelijke aandacht heeft gekregen. En ja, daar werk ik voor. En ik werk onder andere in een regio waar die spanning tussen het bedrijf, de overheid en de samenleving het meest voelbaar is. Om die thema's waar ik me ook zorgen over maak. Maar dat gaat veranderen, dat moet veranderen. En eigenlijk is dat al volop in verandering. En stel, je hebt twee opties. Je wilt iets doen tegen klimaatverandering. Optie A. Je sluit je aan bij een klimaatvereniging. Een natuurorganisatie, een milieuorganisatie. En je gaat vragen voor aandacht, voor verandering. Je hebt optie B. Je gaat werken voor de industrie. Voor een bedrijf wat juist bijdraagt aan klimaatverandering. Ik koos voor optie B. De industrie is een sector van verandering. Een transitie van hoge golven. De staalindustrie in Nederland bestaat al ruim 100 jaar. Het zijn technieken die in de afgelopen eeuwen zijn ontwikkeld en technieken die nu nog steeds werken. Maar juist deze technieken die gaan rigoureus veranderen. Staal gaat gemaakt worden op basis van waterstof. Onze moderne wereld die is gebouwd op staal. Hoe bent u hier bijvoorbeeld gekomen? Met de fiets, het openbaar vervoer, de auto? Kijk naar de woning waarin u woont. Het kantoor of gebouw waarin u werkt. De landbouwvoertuigen, deels voorzien van voedsel. Infrastructuur met bruggen en viaducten. Huishoudelijke apparaten, zoals de vaatwasser of een wasmachine. Batterijen, ook die voor elektrische auto's. En dit zijn een paar voorbeelden, maar het laat zien dat vele van ons leven in een wereld die ons in alle gemakken voorziet. Maar weten wij nog wel waar al die gemakken, die producten vandaan komen? Hoe worden ze gemaakt? En wat voor impact heeft dat op het klimaat? Afgelopen winter was ik kitesurfen in Zuid-Afrika. De zuidelijke Atlantische Oceaan. Koud water. Hoge golven. Die golven waren veel hoger dan ik gewend was van het kitesurfen hier op de Noordzee. Of van andere plekken waar ik ben geweest. Op een middag stond ik op het water. En het ging wel lekker. En die eerste paar golven die lukte ook wel. Totdat er een meters hoge golf aankwam. En die golf, die pakt die staalindustrie en die gaat er overheen. Met nieuwe technieken die steeds verder worden ontwikkeld. Want het moet klimaatvriendelijk en het moet schoon. En dat is waar ik me voor inzet. Om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Verbeter de wereld. Begin bij jezelf, zo luidt het gezegde. En ik geloof daarin. Ik geloof namelijk dat iedereen op een eigen manier een bijdrage kan leveren om klimaatverandering tegen te gaan. Dat geldt voor het individu en voor bedrijven. En ik combineer die twee graag. Want ja, waarom koos ik voor optie B? Waarom ben ik gaan werken voor de industrie? Nou, juist omdat je daar impact kunt maken. Want ik werk voor een bedrijf wat aan de vooravond staat
van een van de grootste transities van dit land. En een van de grootste transities in de geschiedenis van het bedrijf. En ik speel daar een rol in. Een rol in verandering. Want verandering is onontkoombaar. En zoals Gloria Steinem, Amerikaans feminist en schrijfster, zei: aan het verleden vasthouden is het probleem. Het omarmen van verandering is het antwoord. En deze omarming, die moeten we met z'n allen aangaan. Maar we bevinden ons in een situatie waarin iedereen een mening heeft. Iedereen ergens iets van vinden. En gelukkig hebben wij deze vrijheid. Maar het zorgt ook voor polarisatie in onze samenleving, waar men steeds verder uit elkaar komt te staan. En die reacties die krijg ik ook op mijn werk, als ik vertel wat ik doe en waar ik werk. Want ja, meestal is de eerste reactie van: oh, dan zul je het wel heel zwaar hebben. Of: oh, dan zul je een hele drukke baan hebben. Er worden grappen gemaakt over waar ik werk. Soms leuk, maar meestal niet. Ik krijg verwijten, verontwaardigde blikken als ik vertel waar ik werk. En eigenlijk vertel ik ook niet meer waar ik werk, maar hou ik het bij mijn functie. Totdat mensen gaan doorvragen en ik alsnog een verwijt of verontwaardigde blik kan krijgen. En dit alles heeft te maken met beeldvorming. Beeldvorming die polarisatie steeds een stukje verder helpt. Want steeds meer zie je voor- en tegenstanders op allerlei niveaus en over allerlei thema's, ook over die industrie. Je bent voor die industrie, je bent tegen. Maar waarom kiezen we niet die tussenweg, de oplossing? En berichtgeving speelt daarin een rol. Maar negatieve berichtgeving wordt vaak als een lopend vuurtje verspreid. 1 krantenkop en het staat op Twitter. Waar positieve berichtgeving over de industrie nauwelijks wordt opgepakt. Of het wordt weggezet als greenwashing. En dan kun je communiceren en blijven communiceren. En dat moet je ook zeker doen. Maar we bevinden ons in een situatie waarin perceptie belangrijker wordt geacht dan feiten, cijfers en data. Waar men het gesprek niet meer met elkaar wil aangaan. Of zelfs juridische stappen onderneemt. En dat heeft effect op mijn werk. Want ik merk dat in de gesprekken die ik voer, de debatten die ik volg, de posities die de overheid inneemt. En ik merk het in die regio met hun voor- en tegenstanders, waar mensen niet meer met elkaar praten, waar het wantrouwen steeds verder groeit. En ik merk het bij mijn eigen collega's, die zich steeds vaker gekwetst voelen door de reacties die zij krijgen als ze vertellen waar ze werken. En dat raakt mij. Maar tegelijkertijd motiveert dat mij om te laten zien dat het anders kan. Want voor iets nieuws moet je willen veranderen. En daarbij moet je op zoek naar draagvlak. En hoe ga je dat nou bereiken? Nou, juist door met elkaar in gesprek te gaan. En luister daarbij naar de ander. Luister naar die behoeften, die belangen, die zorgen die er liggen. En andere visies, die kunnen vaak helpen voor creatieve oplossingen. En laatst vertelde iemand mij dat we leven in een wereld met gedoe. En gedoe is vervelend, irritant. Ja, dat ga je het liefst uit de weg. Ik zoek dat gedoe op, want ik ben gaan werken bij de industrie. En ik omarm dat gedoe. En daar moeten we met z'n allen verder kijken. Niet alleen maar 1 thema, niet alleen maar economische waarden, korte termijn effecten of effecten op de regio. Nee, kijk daarbij naar bredere thema's, zoals het klimaat en de geopolitieke positie van de industrie. Want ja, die wordt nog wel eens vergeten. We kunnen natuurlijk staal inkopen uit andere werelddelen. Maar willen wij een nog sneller stijgende zeespiegel? Willen wij industrie in landen waar niet of nauwelijks klimaat- en milieuwet en regelgeving bestaat? Nee, we moeten op zoek naar die oplossing. Dat moeten we hier doen en dat doen we samen. Want mijn zorgen om klimaatverandering zijn groot. Maar het is niet morgen ineens opgelost. We kunnen niet in 1 keer die oceaan over. Maar elke keer pakken we een nieuwe golf.
En dat moeten we samen doen. Die golven in Kaapstad, die vergeet ik niet meer. En hoewel die golven die de staalindustrie moet nemen vele malen hoger zijn, we gaan er overheen. Klimaatverandering is een enorme uitdaging voor ons allemaal. De industrie staat er middenin. Maar die oplossing en die verandering kunnen we alleen bereiken als we samenwerken. Samenwerking door het bedrijf, de overheid, NGO's en de samenleving. Samen gaan we over die golven. Want zoals Nelson Mandela zei, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.